Julie Vermeire. Hallo. Voor wie kom jij vandaag supporteren? Ja, ik kom eigenlijk voor iedereen supporteren vandaag, want ik doe vandaag de backstage van de sociale media. Dus ik ga zo iedereen een beetje volgen en een beetje vragen stellen. Dus ik ben hier voor het amusement vanavond. In het vorig seizoen was jij de grote ster eigenlijk. Mis je het nog niet te hard? Ik mis het super hard, echt waar. Ik vind het fantastisch om hier terug te zijn en om te zien zo die backstage en de studio. Want dat was echt het mooiste moment in mijn leven. Ik ben zo dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Dat was echt, ja, ik kijk nog altijd naar dansen en zo vanuit toen. Welke dans vind jij de leukste om te doen? Persoonlijk zelf vind ik freestyle leuk, omdat dat echt mij ligt, omdat je daar helemaal kunt losgaan. Maar ik vind andere stijldansen ook heel leuk, want dat is dan meer technisch en dat kan ik, dat is ook voor mij nieuw en bijleren. Dus ja, ik vind het moeilijk. Ik vond bijvoorbeeld mijn salsa heel leuk. Ik vond mijn quickstep heel leuk. Dus, maar ik zeg het, ik vind alle dansen heel leuk. Dus het is heel moeilijk om te kiezen. Heb jij nog geen favoriet van de kandidaten? Zo iemand waarvan jij denkt, die maakt kans? Oh, Nina Derwaal is prachtig, hè. Die bewegingen, dat is echt zot. Respect wat hij allemaal doet, echt waar. Staat er voor jou in de nabije toekomst iets op het programma? Ja, eigenlijk wel in primeur, want volgende week op kerstdag en dan de week erna op nieuwjaarsdag mag ik nog eens dansen voor Dancing with the Stars, een kerst- en nieuwjaarsspecial. Dus ik heb er super veel zin in. En mogen we al weten wat je gaat dansen? Ja, ik ga de cha-cha-cha en de quickstep doen. Dus wel heel moeilijk ook, technisch, maar ik vind het super leuk dat het weer is iets anders, is iets nieuws wat ik dagelijks doe of zo. Heb jij je trofee nog ergens thuis? Tuurlijk, die staat op mijn slaapkamer. Ik kijk er nog elke dag naar. Ik ben vooral echt super blij dat ik gewoon terug die dansvloer mag opgaan. En ik heb er keiveel zin in. Echt.